Deze week in Team Plantina sprint naar de Spelen. De een gaat maar door met winnen, de ander probeert zijn nederlaag te verwerken. Ik denk dat het wel duidelijk is dat het gewoon een vervelende week is. En het voor mij zaak is dat ik hier op een goede manier uitkom. En is Kai Verbeij op tijd fit voor de Olympische Spelen? Vier schaatsers, Daidai en Tap, Kai Verbeij en de gebroeders Mulder. Ploeggenoten, vrienden, maar ook keiharde concurrenten. Want welke sprinter mag er naar Korea en wie blijft er thuis? Terwijl Ronald en Michel Mulder in Kolomna zijn voor de EK-afstanden, is Kai Verbeij achtergebleven in Nederland aan het werk om zo snel mogelijk te revalideren. Kai liep tijdens het OKT een spierscheuring op en met het oog op de Olympische Spelen begint de tijd te dringen. De eerste drie dagen waren pittig. Maar eigenlijk al op de derde dag zag ik al echt vooruitgang en toen ging het heel goed en kon ik al vrij veel weer. Ik heb eigenlijk tot nu toe gewoon elke dag wel kunnen trainen, dus dat is wel mooi. Dat moet je ook wel doen, ik moet niet te angstig gaan worden of zo en dan gewoon helemaal niks gaan doen. Dat is ook niet bevorderend voor mij. Daidai en Tap is in Groningen, waar hij na een ongelukkig OKT weer met de toekomst bezig is. De disqualificatie en het mislopen van de Spelen hebben diepe sporen achtergelaten. Ik denk dat het wel duidelijk is dat het gewoon een vervelende week is. Het voor mij zaak is dat ik hier op een goede manier uitkom. Ook met de wetenschap dat ik volgens mij gewoon goed genoeg was om de Spelen te rijden. Dus ik moet daar gewoon een goede manier mee omgaan. Hoe ik dat doe, dat is door gewoon zoveel mogelijk wedstrijden winnen in de toekomst. En hard aan mezelf werken dat ik niet nog een keer zo'n fout maak. Het was gewoon de momentopname. Twee stomme foutjes word je gewoon compleet op afgestraft. Om het nou bijvoorbeeld mentaal of weet je wel, dat is allemaal heel makkelijk. Maar moet gewoon zorgen dat ik twee keer stilsta, fit ben. Zo simpel is het. Er zijn een paar dingen die ik gewoon kan doen. Dat zijn statische schaatsoefeningen, fietsen. Dus ik kan wel gelukkig mijn conditie onderhouden. Alleen ja, goed, de eerste anderhalf week, twee weken wil ik misschien nog niet te veel op het ijs gaan staan. Ik denk dat het wel een beetje risico is. Ik bedoel, het is toch wel een klein scheurtje. Nou, je hoopt gewoon dat hij zo snel mogelijk heelt en ik wil gewoon niet het risico nemen dat het langer gaat duren. In Tialf heeft Daidai een zichtbare herinnering achtergelaten, vlak na zijn disqualificatie op de 500 meter. Ik kon mijn woede niet echt in mijn dwang houden en toen heb ik ergens iets kapot gemaakt. Maar dat gebeurt, het was topsport en het is topsport. Teleurstellingen horen erbij en ik kon op dat moment gewoon even niet goed met mijn woede omgaan. Maar het laat het niet groter maken dan het is. Dus ik heb niks geslopen wat niet meer te herstellen is. Dus. Ik verwacht, wij gaan zondag naar Colalbo. Dus ik verwacht daar alweer op het ijs te staan. Nou, ik ben gewoon bezig met fit blijven. En denk een sprint is eigenlijk het volgende toernooi waar ik heen ga. Ik had gehoopt nog wat internationale wedstrijden te rijden. Maar kijk, ik heb gewoon heel veel verloren op de OKT. World Cup, WK, sprint. Als ik gewoon. Goed te reageren, misschien een poging kunnen wagen en de spelen natuurlijk. Dus ik heb mezelf behoorlijk in de vingers gesneden. Maar ik probeer gewoon fit richting het NK sprint te gaan en daar het WK sprint te halen. Met slechts 28 dagen tot de Spelen raakt Kai nog niet in paniek. Ik ben wel vaak iemand die snel van blessures herstelt. En als iemand geblesseerd had moeten raken in het team, dan was ik het wel, zeg maar. Dus in dat opzicht heb ik wel zelfvertrouwen. Alleen. Het moet maar weer blijken, dat weet je gewoon niet. Ik ben wel van overtuigd dat het goed gaat komen. Zondag gaan we in Italië van trainingskamp en dan probeer je daar met z'n allen gewoon het voor te bereiden voor jongens, of voor sommige jongens voor de Spelen, andere jongens voor andere wedstrijden. En eigenlijk de laatste trainingskamp dat we nog even samen gaan naar het buitenland. Dus ik heb wel zin in. Ronald Mulder zijn succesvolle seizoen gaat maar door. In het Russische Kolomna waren dit weekend de allereerste EK-afstanden. Ronald Mulder mag zich de eerste Europees kampioen op de 500 meter noemen. Ja, het voelt goed om de eerste Europees kampioen te zijn. Het was natuurlijk ook de eerste kans voor echte 500 meter specialisten zoals ik om Europees kampioen te worden. En het is heel gaaf dat het lukt en een mooie wedstrijd ook. We vielen tegen, dat klopt. Het was heel zacht ijs, daar had ik nog even nagekeken. Het was min 4, dat is wel heel zacht. Maar uiteindelijk maakt tijd niet uit als je wint natuurlijk. Alleen het is wel jammer, liefst rij je ook heel hard. Ik denk dat het voor de omstandigheden gewoon goed was. Het was een goede rit. En hoe hard het dan uiteindelijk gaat, ja, dat is uiteindelijk ook niet zo heel erg belangrijk. Nou, vanuit Rusland in Kolomna zeg ik tot volgende week. En dan zijn we in Colombo in Italië.